Weiler hield een groep kinderen een spreekbeurt over Loods 24. Een monument uit de Tweede Wereldoorlog waar vroeger Joodse kinderen werden verzameld die naar concentratiekampen werden vervoerd. Nou, Loods 24 ligt dus eigenlijk nu aan het eind van onze straat waar de school nu ook ligt. Dus. Bij het monument staan nu de namen van de kinderen en de mensen die omgekomen zijn. Onze school heeft Loods 24 geadopteerd. Wij zijn er best wel trots op. Het is bijna 5 mei, dus gaan we volgende week alvast naar Loods 24 om alles voor te bereiden. Dit was onze spreekbeurt. Wat vonden jullie ervan? Levi. Nou, ik vond het wel heel interessant en ik wist niet dat er zoveel erge dingen zijn gebeurd aan het eind van de straat. Een paar weken later ging de groep naar het monument om voorbereidingen te treffen voor 4 en 5 mei. Bij het monument aangekomen werden er taken verdeeld. We zijn hier nu en als jullie dan nu even de bordjes willen schoonmaken en jullie de krans bij de muur neerleggen en kijken of er nog het onderhoud is dat jullie kunnen weghalen of zo. Er werden bloemen neergelegd en een naamplaatje schoongemaakt van de kinderen die waren omgekomen. Wel bizar, hè? Sommige kinderen zijn nog maar 2 jaar. Op het eind controleerde een groepje nog het monument en zagen wat glinsteren. Hé, kijk, wat ligt daar nou? Ja, wat is dat? Wow. Maak open. Het is een medaillon. Maak het dan open. Hier is al. Lopen! Niet komen! Lopen! Hier! Hier! Wat gaat er met ons gebeuren? Ik weet het ook niet. Ik voel me niet zo lekker. Ik weet het, hou je maar even flink. Zo, hebben jullie het een beetje koud, hè? Ja. Hé, hey, wat is er met jou aan de hand? Is zij een beetje ziek? Nee, ze is niet ziek, alleen bang. Ja, daar kunnen we niet veel mee, hè? Mama! Niet komen, raus! Nee, laat ons zitten! Zou dat de foto zijn van het zusje wat we net zagen? Dat kan best. Ja. Maar jongens, van wie zal het medaillon dan zijn? Ik weet niet zeker, maar net bij school zagen we toch 3 oude mensen lopen? Ja, maar die mensen heb ik hier wel vaker gezien. Zullen we anders terug naar school lopen om te kijken of het van hun is? Ja, dat is wel goed. Bij school aangekomen vertelden ze hun verhaal tegen de kinderen van de computerclub. Zouden jullie misschien kunnen opzoeken waar ze wonen, zodat we het medaillon terug kunnen brengen? Hebben jullie niet iets meer waar we mee kunnen werken, zoals namen bijvoorbeeld? Op die computer zit de gezichtsherkenningsapp. Daar kunnen we misschien wel wat mee. Nou, geef eens hier. Kunnen we even kijken of de computer iets herkent. Oh ja, we krijgen al een paar gezichten binnen. Hé, hey, dat zou best wel een gezicht kunnen zijn van een van die bejaarden die we vanochtend zagen. Ja! Oké, dan ga ik even gegevens bekijken. Kijk, hier staan de gegevens van de mensen die we vanochtend zagen. Oké, we hebben echt geen tijd te verliezen. We moeten er gelijk naartoe. Oké, kom! Ja. Laten we gaan. Ja! De kinderen hadden het adres van een bejaardentehuis in de buurt. Ik heb hier wel het beertje, maar ik weet ook niet waar die medaillon is. Daar waren de overgebleven broers en zus druk op zoek naar het medaillon. Ik had nog altijd gezegd dat ik voor haar zou zorgen, maar nu ben ik in het medaillon kwijt. Luister, zus Miep, we gaan het echt wel vinden. Hé hey jongens, volgens mij is het hier appartement 24. Ja, hier is het. Oh, kijk, ze zijn al aan het zoeken. Dat vind ik echt heel zielig. Ja. Misschien moeten we het maar gewoon stiekem bij ze neerleggen. Dat ze gewoon niet het gevoel hebben dat ze het kwijtgeraakt. Ja. Anders is het zo zielig. Ja, goed idee. Misschien ligt het nog wel aan deze kussens. Ik weet het niet. Ja. Tuurlijk ligt het niet in die kussens. Broer, zus, ik heb het gevonden! We hebben het gevonden! Yes!